Hey mensen, welkom bij de themaverhaal. Ik ben vandaag met Mario Luigi en met Joshi. Achter de man staat de camera en die gaat nu onze thema. Wat het verhaal is. Dit verhaal is, heet Koningsdag. Een man ging met zijn vrouw Koningsdag vieren toen er iets gebeurde. Wat gebeurde er? Ging ze de poes eten? Ja! Zo, die is moeilijk. Gingen ze iets kopen? Ja! Zo, hè. Ik weet hem al. Ging die soms de poes kappen? Ja! Zo. Dat is een beetje ingewikkeld. De koning bezoeken? Ja! Willem-Alexander? Ja! Pas op 16 april. Ja! Oh, dat weet ik allemaal. Nee, luister. Nee, jongens, luister. Als jullie het niet weten, ik weet hem. Ja, ik weet hem. Gingen zij soms af en toe wel eens in ontdekking? En ze hebben die ontdekking gedaan. En omdat ze die ontdekking deden, hebben ze dus bij elkaar een brief gevoerd. Mijn moeder meneer. Hebben ze een brief gestuurd naar de koningin? Geef ze een brief sturen. Nee. Gingen ze Beatrix bezoeken? Ja! Zo. Ik weet het. Was de koning in de koets? Ja! Nou, dat weet ik hem al. Luister. Die man die ging naar de koningin toe. Omdat de koningin namelijk was getrouwd. En de koning Willem-Alexander, die was dus getrouwd. En ging dus op de paard naar de rommelmarkt. En toen verkoopte die topoezen aan de mensen die Koningsdag vieren. De koning! Ging op de paardjes rijden. Waardoor uiteindelijk de poetsen ging kopen voor de mensen. Gefeliciteerd. Raadsel opgelost. Ja! Goed zo. Dikke, vette peace, kijkers. Tot volgende week bij een nieuwe thema.